In het Amsterdamse Concertgebouw is koningin Juliana het boekenbal komen bijwonen. De vorstin die vergezeld was van wethouder De Roos werd onder andere begroet door de heer Lubberhuizen, de voorzitter van de Vereniging tot Behartiging van de Belangen des Boekhandels. Het Concertgebouworkest speelde het Wilhelmus. Op deze galaavond, waarmee de 26e Boekenweek werd ingeluid, werden de bezoekers meer dan een half uur vermaakt door een als altijd bijzonder vrijmoedige Wim Kan. Dag koningin, dag dag ministers, dag sprankelend volk van Nederland. In zijn conferentie spaarde Wim Kan zichzelf niet. Ongedwongen poseerde hij voor de camera. Is Westdijk daar? Nee, is er niet. Die schrijft. Ook de dichters en onder hen vooral de experimentelen werden door Wim Kan op de hak genomen. Van Lucebert, de trapsgewijze iris lopen tot op de springende tichel. Dan denk ik, ja, dat moesten we doen. Straks op het bal. Wat Kan bedoelde werd duidelijk bij de Kan-Kan, waarmee het schrijversbal geopend werd en waarop schrijvers en dichters de muze van de dans met overgave in de armen sloten. In de pauze werden winnaars van literaire prijzen aan de koningin voorgesteld. Onder hen de sterrenkundige professor Oert, winnaar van de Gouden Ganzenveer, en de schrijver Bel Campo, die de Hendrik de Vriesprijs van de stad Groningen kreeg. De koningin onderhield zich verder onder meer met mevrouw Pothast-Gimberg, Jeanne van Schaik-Willing, Harry Moelisch en Micha de Vrede, en met Wim Kan en Corrie Vonk. In alle zalen ging het bal tot vroeg in de morgen door. Onder de velen die zich op de vloer waagden, zagen we de dichter Kees Stip met een dame die wij voor Treintje Fop hielden en staatssecretaris meester Scholten, die kennelijk niet alleen op zijn departement de danskunst behartigt. Het was een zeer geslaagd feest.